Ja, vrienden, dit is Todi. Het hele mooie Todi. Kijk, kijk, kijk. Ziet dat er weer niet prachtig uit? Ja, we staan weer, we staan weer te harnissen. Ja, met paraplu's. Want het regent. En ik maak gelijk even van de gelegenheid gebruik om jullie te bedanken voor de duizenden reacties die ik gehad heb voor mijn verjaardag. Ja, dat doet me echt goed. Dat doet me echt goed. Ja, dank je. Dank je wel. Opsteken. Ja, ik denk voor Gordon, die zit er ook een beetje doorheen. Ja, helemaal eens. Gordon, die zit er een beetje doorheen, ja. Ja, hij doet het. Jij zit voor Gordon. Ja. Zo. Hij zet hem daar neer, kijk, bij het beeld. Nou, staat hier. Nou, kan jou voorlopig niets meer gebeuren, Gordon. Voor wie nog meer? Zullen we er eentje aansteken voor de mensen in Ter Apel? Ja, voor de mensen in Ter Apel. Dat is een goed idee van Jut. Ja, kijk. Die hebben het echt nodig. Kijk. Allemaal, hier. Voor alle mensen in Ter Apel. Hier, dit is voor al die mensen in Ter Apel. Hier, kaarsje, huppatee. Kijk hier. Hop. Ik zet hem hier. Waar zit hij nu? Helemaal vooraan. Ja. Staat helemaal vooraan, voor Ter Apel, jongens. Ja, we zijn in de provincie Grosseto, vrienden. Ja, en we zijn op weg naar het plaatsje, ja, Reisbureau heeft dat geregeld, het plaatsje Pitigliano. En dat schijnt dus, ja, volgens de berichten hier, schijnt helemaal top in orde te zijn. Pareltje wordt dat genoemd. Pareltje van Italië. Ja, als je een liefhebber bent van het Italiaanse werk, vrienden, dan is dit er wel eentje om in te lijsten. Hoor. En dan moet je dit zien. Moet je hier nou eens even kijken. Hier. Dus gewoon, hier. Dit is gewoon. Hier. Prachtige doorkijkjes overal. Hier ook. Kijk hier. Kijk. Nou, bijna niks, je hoort niks, stilte. Ja, zet hem dus op je lijstje. Ja, Pitigliano, ja, in de provincie Grosseto, vrienden. Ja, nou, morgen gaat het duo weer verder. Op weg naar nieuwe avonturen. Adomani.